De beste wensen voor 2023. Nou, daar heb ik natuurlijk al een aparte video van gemaakt. Maar toch, we komen er nog even op terug. En zoals ik al aangegeven had, ik ben dus bij vrienden langs gegaan. Dat de klok 12 uur sloeg, het leek wel oorlog. Dat is ongelooflijk. Maar we hebben een hele leuke avond gehad. En we beginnen eens eventjes met wat we allemaal lekkere dingen allemaal op tafel hadden en zo. Dan gaan we eens even beginnen. Ja, we hadden op tafel gevulde eitjes, oliebollen met en zonder rozijnen, gehaktballetjes met satésaus. We hadden daarbij broodjes kroketten, broodjes frikandel en mini pastijtjes. Te veel om op te noemen, want ik heb nog lang niet alles benoemd. Vriend heeft dan ook nog eens een keertje, zoals eigenlijk heel veel mensen ieder jaar doen, heeft hij 2 staatsloten gekocht. En ja, je hoopt nog altijd wel weer iets te winnen. En jawel, hij is in de prijzen gevallen. Helaas stond hij niet erg hoog, want hij had op elk lot 10 euro. Dus die nieuwe mooie, of eigenlijk mooie oldtimer die hij al helemaal zag aankomen in een mooie aangepaste kleur, wordt toch een nieuw schaalmodelletje voor in de kast. Ja, en in de kast zie je al een paar leuke schaalmodelletjes staan. Niet alleen schaalmodellen, maar ook gewoon de Volkswagen helemaal into de kerst. Ik vond het zo grappig. En in het kerstdorp, jawel, je raadt het al, daar staat de Volkswagen ook weer geparkeerd. Ik vond het zo geweldig. Ik weet dat het al het nieuwe jaar is en dat het een beetje te laat is om een kerstdorp te gaan showen. Maar ik vond dit toch wel de moeite waard. Nou, er is gelukkig nog ruimte in de kast, dus met een klein beetje bijleggen kan er weer een knap schaalmodel bij komen. En dan is het natuurlijk zover, het moment van aftellen. Yeah.
leuk.